Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel zonneschijn, wat stapelwolken hier en daar en ook wel wat sluierwolken. Neerslag in de ochtend nog in het zuidoosten, die is weggetrokken. En het blijft ook droog de komende tijd. Voor vanavond en vannacht hebben we temperaturen die uiteraard gaan dalen, maar we hebben ook brede opklaringen. Vanavond liggen de temperaturen nog lang in de buurt van de 20 graden, maar gaan daar uiteindelijk natuurlijk wel onderkomen. In de nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten, 14 in het zuidwesten van het land. Brede opklaringen resulteren landinwaarts lokaal in een enkele mistbank. Maar zal morgen snel verdwenen zijn, dan schijnt de zon volop met in de loop van de dag sluierwolken en wat stapelwolken hier en daar. Maar geen neerslag en de temperaturen lopen op tot zomerse waard. ...op veel plaatsen. In het noorden net niet, zo'n 23 graden... ...maar in het midden wel, 25. En in het zuidoosten kan het zelfs 28 graden worden. Die temperatuur gaat nog verder omhoog op de woensdag... ...dan wordt het tropisch in het binnenland tot 31 graden aan toe. Eerst hebben we zon, daarna hebben we toenemende bewolking van het zuiden uit... ...en volgen in de middag ook een aantal regen- en onwisbuien. Waarschijnlijk is dat pas later in de middag en in de avond... ...en bij die buien kan dan ook hagel voorkomen... Kans op windstoten en kans op veel regenwater in korte tijd, maar al die extremen zijn natuurlijk wel lokaal. Donderdag vallen er dan nog een aantal buien met later op de dag weer wat zonneschijn. Temperaturen vallen terug naar 21 tot 24 graden. Vrijdag blijft het op veel plaatsen droog. En ook dan ligt de temperatuur net iets boven de 20 graden. Voor de lange termijn zien we daarna niet heel veel verandering. Mogelijk dat we na het de even rond of iets onder de 20 graden uitkomen. Maar in het algemeen hebben we de hele periode normaal Nederlands zomerweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.